Lolo. Vrijdagmiddag lekker gaan wandelen. Een uurtje eruit. Super mooie omgeving. In groen of aan het zien. Het gaat erom dat ze weer bewegen, toch? Hallo. Goedemorgen, nou eigenlijk middag. Kijk, zaterdag. En ik heb lekker een beetje in de waskamer gerommeld, de was opgevouwen, dat soort geneuzel. Ik ben een beetje aan de website gewerkt. En ik ga nu lekker een soepje maken. Verse soep, heerlijk. Broccoli soep. En dat recept heb ik ooit ergens een keer online vandaan gehaald. En terwijl ik aan het koken ben, luister ik gezellig een videootje over bitcoins en beleggen. Super interessant. Nou, doei! Sinds ik dus deze jas heb, is het gewoon lekker om in de regen te lopen kijken. Ziet in de sloot, het regent lekker door. En ik wandel lekker door. Hoi. Ga je helemaal omlopen om hier te komen? Ja, ga je helemaal omlopen. Hallo, je hebt weer een nat pak. Ja, ik snap dat je erop wil, maar je hebt echt... Kijk dan. Ja, het is helemaal nat, Jackie. Hey, Jackie. Kijk, het klimt er gewoon bovenop. Maar ook echt. Ja, ik kan gelijk gaan ademhalen, man. Nou, dat is een leuk klusje voor de zondag. Alle nieuwe diabetesspullen uitpakken en in mijn dingetje doen. Mijn voorraadbakkie. Ja, moet ook allemaal gebeuren. Jackie! Hi! Hallo! Ben je hier gaan liggen? Hi. Hey Jack. Heb je me gemist? Joi. Nou, lig je lekker. Hè? Wat is er? Je valt er helemaal af. Hé. Hey. Met je dikke kont. Oh, sorry. Nou, zo, daar ben ik weer. Je slaapt nog een beetje. Hallo, hallo. Even aan de wandel weer. Even een pakketje wegbrengen. Eén bestelling voor vandaag. En ik ga gewoon lekker even een stukje lopen. En net de dierenarts weer gebeld. Gaat echt nog niet goed met Jack. Hij doet toch weer een beetje gekkig. Hij loopt langzaam. En net zag ik ook echt dat ik dacht, wat adem je snel. Een beetje hangerig. Nou goed, anyway. Dierenarts gebeld. Het is vandaag maandag. 17 mei. Maar we kunnen pas morgen terecht. Als het echt niet goed gaat, kunnen we vanavond natuurlijk wel naar een soort spoedspreekuur. Maar zo erg is het niet. Dus we kijken het gewoon aan. Ik hou hem binnen. Dus ja, dus hij is gewoon nog niet oké. Dus dat is niet leuk. Nou ja, daarvan hou ik je natuurlijk ook op de hoogte. En nu ga ik even lekker ontspannen wandelen. En luisteren naar een fijne podcast. De Vogels podcast. Super tip. Oké, doei. Hallo, goedemorgen. Dinsdagochtend. Gisteren vertelde ik al even toen ik wandelde, volgens mij, Jack is niet fit. Nog steeds niet fit, was vorige keer natuurlijk al nou ja, niet helemaal 100% beter weer. En nu eigenlijk weer hetzelfde, langzaam lopen, heel voorzichtig met zijn achterpoten. Dus we vertrouwen het niet helemaal, dierenarts gebeld gisteren al. En we kunnen vandaag terecht, want het heeft geen bloedspoed, maar het moet wel echt naar hem gekeken worden. Dus vanmiddag om 2:15 zitten we bij de dierenarts. En nu... gisteravond was ik hier lekker nog even bezig. Dus dat ga ik even opruimen. Ik heb een hele leuke bestelling binnengekregen van een klas. Maar ook stickers en allemaal andere dingen erbij. Kaarten en zo. Vind ik altijd super leuk. Dus die ga ik eventjes inpakken.
En ik heb bedacht dat ik verder vandaag, want ik merk, ik ben onrustig. Als het niet goed gaat met Jack, dan word ik zelf ook... van mij beweeg ik de camera een beetje. Sorry mensen, ik heb hem gewoon in mijn hand. Dan ben ik zelf ook onrustig. En wat dan helpt is niet te veel moeten van mezelf. Ik kan heel goed moeten. En dan moet ik altijd denken aan een vriendin Karen die dan zegt, en van wie moet dat dan? Ik zit mezelf gewoon in de weg dan. Maar ik ga lekker tekenen, illustreren, lekker voor het boek bezig zijn. Zal ik ook nog even een stukje van filmen, denk ik, zo meteen. Maar gewoon even een stapje terug, even rustig aan. Ook even aan mezelf denken. Dat is ook niet iets wat bij mij altijd vooraan ligt, maar nu toch echt wel even belangrijk is. Oké. Okay.
Jack. Dat is niet leuk, hè? We hebben het overal afgezet. Kan niet alleen op het terras. Tenminste, tenzij die ontsnapt. Het is wel een beetje een Houdini. Ja, dat is niet grappig, hè? En nu? En nu, Jack? Ja. Ja. Je moet even binnen blijven. Nou ja, binnen. In de tuin. Met je artrose. Nou. Ik vind het niet grappig. Snap ik. Ja. En nu dan? Hij denkt als ik nou hier... Ja, het is even dicht. Ook dicht. Nou hè, flauw toch? Sorry Jack. Ja. Hier ook dicht hè? Ja. Hier ook. Hemig denkt hij. Daar kan hij natuurlijk makkelijk overheen springen. Behalve dat hij niet zo goed kan springen. En hier komt hij gelijk de bank al op. Dus daar hebben we daar achter nog een hoger rek gemaakt. Ja. Dus dat vind je niet grappig? Vind je het niet grappig, Jack? Nee, hè? Nee. Dan te wachten in mijn auto. Ik heb vandaag weer een afspraak bij het voedcentrum. Als je diabetes hebt, dan is een van de grote problemen ook problemen met je voeten. Met name neuropathie, als ik het goed zeg. Dat betekent ongevoeligheid. Dus dan zou je zomaar... Oh, gaat wat voor mijn scherm. Dus dan zou je zomaar een wondje aan je voet kunnen hebben. Niet voelen, doorlopen, ellende. Dus ik ga weer naar mijn voedspecialist. Kan ze alles weer even nakijken en natuurlijk weer mooi maken. Want daar zijn die dames heel erg goed in. En het is woensdagochtend trouwens. Ik heb nog niet zo heel veel
gevlocht. Heb ik trouwens wel al verteld over Jack? Ja, gisteren volgens mij. Hè? Hij heeft dus artrose, dus hij heeft wel echt iets. En we vinden hem echt heel zielig. Dus misschien moet er een operatie aan zijn knie komen, omdat daar een stukje bot zit wat daar niet hoort. Maar ja, we zien wel even. Dat ligt nu bij een podotherapeut, speciaal voor katten. Weer een beroep waar ik nog nooit van gehoord had. Ik dacht gewoon dierenarts, dat zit. Maar die heb je dus ook. Dus we gaan even afwachten wat daar verder mee gebeurt. En vandaag heb ik vanmiddag op de zaak sollicitatiegesprekken. De vacature staat weer open. Helaas niet goed uitgekomen met de vorige dame. Dat can happen, zeg maar. Dus we zijn weer opnieuw op zoek. Dus daar heb ik vanmiddag gesprekken voor. Dus vandaag woensdag, donderdag ook nog en vrijdag ook nog. Dus een beetje een volle bak. Maar goed, dat geeft helemaal niks. Dat hoort ook bij ondernemen. Maar vanochtend heb ik dus wel de tijd om lekker rustig te illustreren. Daar heb ik gewoon echt even zin in. Even het stressen en het jagen loslaten van moeten verkopen. Ja, ik heb dat heel erg. Want ik echt denk, ook moet mijn omzet draaien. En ik moet wel dit en ik moet wel dat. Moet ik mezelf echt bewust van zijn. Chill the fuck out, zeg maar. Sorry, kijk misschien kindjes mee. Misschien moet ik dat even knippen. Doe even rustig aan, zou ik zeggen. Want het komt altijd wel weer goed. Eens in de zoveel tijd bekruipt dat gevoel mij van dat ik dingen moet. En moet omzet draaien, moet zoveel halen. En ja, het probleem is ook dat je dat natuurlijk overal om je heen ziet. Op social media. Misschien moet ik daar nog eens een hele aparte vlog over maken. Anyway, ik moet trouwens naar binnen. Ik zit mijn tijd hier te verkletsen. Nou, tot snel. Doei! Oké. 5 minutes later of 10 minuten later. Assistent komt net naar me toe gelopen. Ja, sorry, ik heb Linda net even gebeld. Maar ze is niet lekker. Oh, zeg ik. Ik zit hier al. Dat vind ik altijd heel bijzonder. Je weet toch dat je klanten hebt? Je weet toch dat je afspraken hebt? Dat je dan niet al een half uur van tevoren denkt, ik moet wel bellen, want die persoon is waarschijnlijk al onderweg. Anyway, ik tuf lekker weer naar huis en ik laat dit van me afglijden, knappen. En ik ga zo meteen lekker illustreren. Doeg! Dus wat ben ik aan het doen? Het Songfestival van gisteravond staat aan. Dat was ik helemaal vergeten. Hoe kan je dat nou missen? Serieus. Ik ben nu een indeling aan het maken van de gedichten. Van de gedichtenbundel van Marga en ik. Ik ben een indeling aan het maken natuurlijk niet van haar gedichten. Maar van mijn illustraties bij de gedichten. En de extra tekeningen en dergelijke. Volgens mij moet ik een beetje zachter zingen. Ik zit een beetje doorheen te schreeuwen. Ik edit mijn illustraties eerst in Photoshop, dan gaan ze naar Procreate. Dan kan ik nog het wit her en der een beetje beter toevoegen. En nu ben ik een overzichtje aan het maken van alle gedichten. Om te kijken, heb ik ze gemaakt? Dat is wel handig. Heb ik ze ingescand? Heb ik ze in Photoshop bewerkt? Heb ik ze in Procreate bewerkt? En daarna natuurlijk naar Marga gemaild. En dan gaat ze naar de vormgeefster en die gaat er dan weer iets heel leuks van maken. Dus ik heb ook allemaal tussendoor dingetjes geïllustreerd die handig zijn voor de vormgeefster. Die zij natuurlijk door het boek heen kan gebruiken. Dus dat ben ik nu lekker aan doen. Yummy, yummy. Lekkere lunch en dan ga ik even wat kijken. Is hij zo lekker, Jack? Even uitrusten. Ja. Zit ik dan? Want ik heb nu een Zoom call met die lieve Ilse van Ik Met Liefde. Ondernemers onder elkaar, creatieve ondernemers onder elkaar. Dus nou, die ga ik natuurlijk niet opnemen. Hè? Doei! Hallo, ik sta net met mijn jas aan omdat ik nog even een boodschapje moet halen. Maar ik krijg net een superleuk telefoontje binnen van de dierenarts.
Die heeft het podotherapeut gesproken en Jack hoeft niet geopereerd te worden. Jee! Ik vind dat gewoon heel fijn nieuws. Feit is wel dat hij natuurlijk pijn heeft, maar dat komt waarschijnlijk. Hij heeft artrose. Op zich hoeft dat niet zoveel pijn op te leveren, maar omdat hij zich waarschijnlijk gestoten heeft of verkeerd terechtgekomen of verkeerd gesprongen, kan heel goed. Jack is een beetje roenig. Heeft hij daardoor nu zeg maar letsel. Dus dat doet pijn. En dan krijgt hij natuurlijk gewoon pijnstilling voor. Dus het is nu ja, een beetje een oude man ziet hij eruit. Hij is natuurlijk ook al 9, of hij wordt 9 in juni. Dus hij is bijna 9. Dus nou ja, het goede nieuws is, hij wordt niet geopereerd worden. Yay! Dan ga ik nou gaan boodschappen doen. Dag! Dit wilde ik eigenlijk al een hele tijd kopen en ik deed het elke keer niet, want nou ja, hè, ga niet elke keer zoveel dingen voor mezelf kopen. Maar nu toch maar wel gedaan. Ik ben niet zo goed in met één hand uitpakken, dus dat moet even. Oké. Even zo. Kijk nou. Ik heb de polychromos besteld. Ik zag ze elke keer overal voorbij komen en een hele tijd geleden wilde ik ze al, toen heb ik het niet gedaan. Spijt van. Toen heb ik waterverfkleurpotloden gekocht. Dit is veel natuurlijk hartstikke onhandig. Ik wil niet het wel even openmaken. En op zich, serieus, zijn heus mooie potloden. Maar ik merk gewoon dat ik ze heel weinig gebruik. Omdat de kleuren op de een of andere manier niet zo mooi vind. Eigenlijk best een mooi doffer. Maar dit. Kijk toch. Ja, hier, nou, gelukkig kan je me bij. Wat een mooie kleuren. En dan, haha, daar zitten de mooie blauwe, groene. Jeetje, wat gaaf. Nou, hier ben ik echt super blij mee. En wat ik altijd zo moeilijk vind, want dan heb je een doos met of 30 of 60 of 120 of 200, 600.000. En dan denk ik altijd, oh, nu wil ik het liefst de grootste doos. Maar dan ga ik kijken, denk ik, hoeveel kleuren geel zal ik nodig hebben? Of hoeveel kleuren rood of roze? Vind ik wel bijzonder, zit er maar één zo'n lichtroze in. Maar goed, weet je, een blauw en paars. Dit is natuurlijk meer dan genoeg. Dus ik heb volgens mij de... Oh, nou moet ik het wel goed zeggen. Wat heb ik nu gekocht? De 60. Ja, de 60 polychrome van Faber-Castell. Dus binnenkort gaan jullie die ook zien ergens in mijn vlogje of zo. Hallo, hallo. Goedemorgen. Nog steeds blij met het goede nieuws van gisteren. Dat jij niet geopereerd hoeft te worden. Het is alweer vrijdag. Ik heb het idee dat deze week niks uit mijn handen gekomen is. Maar weet je, het zal wel. Ik ben best wel veel op de zaak geweest. Sollicitatiegesprekken. Zometeen hebben we er nog weer 2. Dus ik ben zo weer op pad naar de zaak. En ondertussen ben ik al mijn beeldmateriaal aan het inladen, zeg maar, voor de vlog. Die je nu gekeken hebt. Maar die ga ik nu zometeen nog editen. En verder ben ik wel lekker aan het illustreren geweest. En af en toe een bestelling inpakken. Maar
ja, het was eigenlijk best wel een beetje een rustig weekje, zoals je kan zien in de vlog. Niet heel veel bijzondere dingen meegemaakt, behalve dan natuurlijk het avontuur van Jack. Altijd weer grappig om naar een dierenarts te moeten. Nee, helemaal niet grappig. Hij vindt het echt verschrikkelijk. Alhoewel hij wel altijd heel lief is voor de dierenarts. Maar ze deed hem echt pijn, omdat ze natuurlijk echt op plekken zat te drukken en te voelen wat heel pijnlijk was. Dus hij haalde echt uit. Dat heb ik hem echt nog nooit zien doen. Dus ik schrok er zelf ook helemaal van. Ik dacht, auw, in één keer. Dat zei ik dat in de vorige vlog ook volgens mij. Toen was ik ook al de eerste keer bij hem, bij de dierenarts geweest. Met dit probleem bedoel ik. Hè? Wat een rambling ben ik toch weer aan het doen. Anyway, hij haalde weer uit omdat ze natuurlijk weer op de zere plek drukte. Dus dat was echt wel heel vervelend. Oké, ik ga nog even dat opruimen. Daar heb ik dan nog geen zin in gehad gisteravond. Ik kan niet zeggen geen tijd, want ik had wel tijd. En hij is bijna klaar met uploaden, dus dan ga ik eens eventjes deze vlog in elkaar draaien. En dan hoop ik dat je het weer leuk vond om te kijken naar mijn week. Doei!